Een hele goede middag, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we fotograferen op landgoed Ockenburg. Het is een landgoed in Den Haag-Zuid. Een aantal jaar geleden is het opengesteld voor publiek, dus hier zijn we dan. Al bij aankomst zag ik al iets interessants, wat wel eens een hele mooie foto zou kunnen worden. De robuuste bomen aan de zijkant, de bloemen in de berm. Het is vandaag het landgoed waar ik me vandaag over ontferm. De foto die ik ga maken is van een bruggetje wat zich in de verte bevindt. En achter het bruggetje staat een boom met links daarvan een struik en rechts een rij bomen met allemaal mooie herfstkleuren. Is het mijn beste foto ooit? Geen idee, maar het trekt me wel heel erg aan. Ik loop nu direct door naar de volgende drie composities die zich op dezelfde plek bevinden. Mocht dit in zo'n tempo doorgaan, dan belooft dit een fotorijke vlog voor jullie te gaan worden. Ik zal straks sowieso kijken of het me lukt een vogel vast te leggen. Dus je hebt hier in het park namelijk hele bijzondere vogels. Dit zou wel eens een hele mooie en mystieke foto kunnen worden. Rechts in beeld staat een bankje. Dat moet in principe het hoofdonderwerp worden. En ik wil in de foto de lucht eruit laten. De lucht laat ik eruit om de foto compacter te maken. De witbalans hou ik zo neutraal mogelijk. Om ervoor te zorgen dat ik straks op de juiste manier mijn foto kan gaan bewerken. Een stukje bospad met een lichte kronkel erin, met daaromheen allemaal verschillende kleuren groen en verloren takken. Ik ben mezelf momenteel best wel aan het uitdagen. Ik ben namelijk vogels aan het fotograferen. Achter mij bevindt zich een bakje met voer wat is opgehangen. Het is een ijsbakje met allemaal vogelzaadjes erin. Ik heb net al twee vogelsoorten gefotografeerd. Ik denk dat het een koolmeesje is en een rooibosje. Zijn de foto's scherp geworden? Nee, niet echt. Maar ik ben al blij dat ik überhaupt al een vogel op de foto heb kunnen krijgen. En dan ook nog eens twee soorten vogels. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot zondag.